Wel gegeten? Nee. Dat is maar goed ook. Ja. Ik ben heel blij dat mijn GoPro heb meegelopen in plaats van mijn camera. Want anders had ik een echt serieuze blessure gehad. We zijn er bijna 1,9 kilometer op. Dus dat zou kunnen lopen. Jawel. Dames en heren, jongens, een hele goede morgen. Wat ik momenteel aan het doen ben, is wellicht niet het meest slimme, meest efficiënte. We zijn in Duitsland aangekomen, want we gaan iets heel erg gaafs doen met Ford. Tenminste, we zijn onderweg met House of Cars. Die hebben een gigagave evenement georganiseerd naar het Nürburgring. Toen vergat ik heel mijn tas met camera-spullen. Terug naar huis en nu weer door naar Duitsland. We hebben nog 37 kilometer range en de bestemming waar we hebben afgesproken, het tankstation. Ook 37 kilometer. Dus of we dat gaan halen met een ongelimiteerd stuk autobaan, dat is de vraag. Maar we nemen jullie mee en tot weer. Super vet. Als je hem wegdrukt, staat het er niet. Dit is niet top. Oké, nog 2,5 kilometer. We gaan meteen zien hoe groot de reserve tank is. Mark, ik vind dit zo niet chill. Als je nu stilvalt, hè. Ik heb ook nog nooit zo rustig op een ongelimiteerd stuk gereden. Dit is voor alles de eerste keer. Maar we zijn er bijna 1,9 kilometer op. Dus dat zou kunnen lopen. Jawel. Mag dat over de vluchtstrook in Duitsland? Nee, ik vind het wel. Oké. Nou jongens, het duurde eventjes, maar we zijn aangekomen in Duitsland. We hebben het eerste stukje autobaan gehad. Helaas niet spectaculair. Maar we hebben zoveel gave auto's bij ons. Helemaal top, 200 pk. Maar kijk, ik zal wel allemaal mee hebben jongens. Doe even snel een klein rondje. Dit is ook vet hè. Deze hebben we natuurlijk al een keer eerder gezien. Dikke Fiesta ST. En kijk eens hoeveel limited editions we hebben. 1, 2, 3, 4. Het is echt niet normaal, man. Groen natuurlijk. En daar ook. Nummer 5, als ik het goed zeg. Want dingen. Super nice. Zoals je net zag, zijn we aangekomen bij het ongeveer tweede thuis, want we zijn bij de Nürburgring jongens. Super vet, super blij mee, het is mooi weer. Gisteren was het 31 graden hier, vandaag iets kouder. Allemaal Focusers bij ons, maar helaas gaan we niet rijden met de Puma ST op het circuit. We hebben wel een andere auto geregeld, dat komt in een losse video, want ik neem iemand mee, die ken ik nu waarschijnlijk. Als het goed is gaan we wel een rondje in een M3 taxi, dat later in de video, maar we gaan eerst even kijken op Rinsje. Jongens, wat we nog gaan doen, we gaan op pad met Misha, wederom, hallo, goeiedag. Oh, dus we hebben de andere video nog niet gezien, dus hierna komt nog een andere video met Misha. Is dat de eerste video of de tweede video? Dit wordt de eerste video. Oh, ja. Dus hallo, stel je voor. Ja, hallo, ik ben dus Misha en je sidekick van Formule 1 in Turkije. Eén van de drie van de boyband. Maar jongens, we gaan op pad met
de M3 taxi. Dit wordt echt zo onwijs dik. Net natuurlijk met de Jaris GR en met Misha, die video komt later. Maar nu gaan we echt zien hoe dit werkt. Hoe dit circuit werkt, moet. Ja, moet. Of het gaat. Ja. Ik denk dat wel gaat. Heb je al gegeten? Nee. Dat is maar goed ook. Ja. Nee, jongens, dan gaan we weer. Rondje, maar dit keer met iemand die wel weet hoe het werkt. En het ziet er wat drukker uit. Een grote gezellige boel hier ook. Genieten. Zelfs mijn arm wordt lam van het vasthouden van mijn kop. Man. Ik ben wel een beetje... Oh, ik word wel stil, hè? Ah, lekker. Zo'n langzaam gedeelte van het circuit. Ja, beter. Yes, we are. Oh, I mean.
de ijs doen. Ik heb nog nooit een M3 zo over een circuit gegaan. Oh, daar hebben we niet heel veel ruimte. Niks aan de hand? Geen emoties, hè, deze man. Nee. Mooi om de dag zo te eten. Dit is echt niet normaal. Ik heb nog nooit een M3 zo over een baan heen zien gaan. Verschrikkelijk. Was steeds nog oké? Achterin ook lekker? Je zweet een beetje. Laatste, ja, de laatste ging wel erg hard, hè? Ja. Ik bij elke bocht hier achteruit denk je van, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nou, toch wel. Zonsondergang, GT3 RS, dit is een zonsondergang. Goldenhauer. Het was ook die reling. Ben je weer bijgekomen? Ik blijf weer. Je hebt nog nooit zoiets meegemaakt, hè? Niet dat ik dat wel heb meegemaakt, hè? Laten we dat voorop stellen. Nee, maar dit was echt... Insane. Ah, echt niet normaal. De laatste bocht heeft hij gewoon niet geremd, denk ik. Nee. Dat je tegen elkaar soms zegt, ah, van moet je niet remmen, of... Dit is zo ziek. Ja,
Die man vol gas. Kijk jongens, en wanneer in Duitsland? Braadworst en bier, hè? Helemaal top. En na een heerlijke curryworst en een heerlijk biertje zit ook deze fantastische dag er alweer op, jongens. Ik hoop dat jullie hem heel erg gaaf vonden. Wat een ervaring, jongens. Mee met een M3-taxi. Ik wist niet dat een M3 met vier man erin zo hard kon. Bijna 2000 kilo. En dat ging zo belachelijk hard door de bocht. Ik vond het fantastisch. Het was een fantastische dag. Ik wil House of Cars onwijs bedanken voor de uitnodiging. Voort uiteraard voor alweer. Dikke Puma ST. En jullie uiteraard weer voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En jullie weer heel erg snel. Tot de volgende.